En dan zit... Rester, c'est les vacances. Demande la permission. J'aimerais tellement rester avec toi. Je le voudrais aussi, mais c'est pas possible. Pas maintenant. Une autre fois. Pourquoi pas maintenant? Ça ne va pas. Mais je te promets de t'inviter un jour, d'accord? Au revoir, Eva. Merci. Au revoir. Gezegd. Ik was het niet van plan, maar het was eruit voordat ik het wist. Meteen toen ik hem zag, ik kon het niet meer tegenhouden. Hij wil me niet meer. Kom mee. Hij wilde weggaan. Toen ben ik weggegaan, dat lijkt me eerlijker. Kan ik vannacht hier blijven? Tuurlijk. Papa, het huis in Naarden is leeg.
Dat wil ik je niet meer laten zien. Maar hier heb je toch vast ook veel herinneringen. Kijk, ik heb hier bijna niets veranderd. Ik ga even koffie zetten. En daar slaap ik nu. Een goed bed. En de tuin. Bureau. Heb je er veel gewerkt? Kijk, je schrijfspullen. En je agenda. Alles is nog bijna net zo. Weet je dat nog? Oh, pap, het spijt me. Heb je je pijn gedaan? Ja, even alsjeblieft. Gaat het? Nou, de piano. En... Hey, hallo. Dag meneer Bender. Is goed om u weer hier te zien. Ik zag u binnenkomen. Ik ben Frank. Uw bovenbuurman. Koffie. Nee. Frank. Ja. Sorry. Waarom? Het was mooi. Ja, ik weet niet. Hoe lang blijft hij? Tot vanavond. Jij nog koffie? Misschien wil papa wel koffie. Wil je koffie? Of wil je liever een espresso? Een espresso.
voor de bobbel. Zit je goed? Vind je het fijn? Er was dus een mannetje dat was niet wijs. Die bouwde zijn huisje al op het ijs. Toen ging het vriezen? Nee, het dooien. En niet vriezen. En toen moest dat mannetje zijn huisje verliezen. Ik zou dat niet kunnen. Wat? Nou, wat jij doet. Ik vind het al moeilijk om hier zomaar te zitten en over koetjes en kalfjes te... Is je vader nog hier? Ja, ik zag hem beneden in de tuin. Hoe gaat het met hem? Wat wilt u? Zou ik hem misschien even mogen zien? Mogen spreken? Maar hij kan niet praten. Nou ja, zien dan. Waarom? Dat kan ik u nu uitleggen. Later misschien. Maar het is heel belangrijk voor me. Ook voor hem. Maar moet het nu? We zijn aan het eten. Heel eventjes maar, 5 minuten. Pap, er is hier iemand die je wil spreken. Ja, dank u. Tot ziens, ik ga morgen nog. Je kent die man niet. Je laat hem zomaar binnen. Waarom in godsnaam? Ik weet het niet. Nee, je weet het niet. Je weet het niet. Jij doet maar wat. Je weet niet wat die man gezegd heeft, wat hij met papa heeft, wat hij van hem wil. Jij toch ook niet? Nee, maar ik zou hem ook niet binnenlaten. Nee, jij zou papa niet eens hier in huis houden. Nee, nee, ik zou het risico niet nemen. Oh nee, jij neemt geen risico's, hè? Nee, jij laat je neuken door een wild vreemde in een donkere kamer. Dat is gemeen. Gemeen, ja. Maar praat maar dan ook niet over risico's. Zo'n luierlijk door. 1, 2...
het niet. Niet nu. Geef niet. Weet je zeker dat je het alleen af kan? Het is nachts waar ik Tessa of Frank. Sorry. Thank you.
Papa. Papa. Papa, nee. Alsjeblieft, nee. Papa. Nee, papa! Nee! Papa! Nee! Dag meneer Bender. Hebt u lekker geslapen? Wil je even helpen? Ja, putte. Zo. Papa kan er met één vinger boorden, ligt een kip in het water spelen. Oh ja? Lekker, hè, buiten? Martin. We hebben er wel een behoorlijke puinhoop van gemaakt, Martin. Moet je ons zien. Ik kan niet meer zien. Verstaat hij me niet? Ik weet het niet. Deze zat in zijn camera. Hij leeft, Martin. We kunnen hem alleen niet vinden nu, maar hij leeft. Ik ga hem zoeken. Als Mirko niet wil dat je hem vindt, dan vind je hem niet. Als Olga belt, help haar. Ze is de enige die mij kan helpen. Добраться до правды. Все медленно.
все очень-очень трудно. Мне нужно Девушка, больше... Девушка, заканчивайте разговор. Мне нужно больше времени. Умоляю, береги себя. Ты тоже тяни время. Отсрочь ситуацию. Ваше время закончилось. Умоляю, береги себя. Пожалуйста. Hartstikke goed. Geen moeite, niet gezond, maar wel lekker, hoop ik. Als ik nou tegenover hem zou zitten, zou ik geen hap door mijn keel krijgen. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Nee. Teleurgesteld? Ja. Nee, nee, er is een grens. Doen ze die therapie nog? Die prikkeltherapie? Zo'n stom woord. Die zusters vormen het prikkelteam. Ik had een vriendin vroeger. En die deed ook zoiets. Bij gehandicapten en zo. Wat deed ze therapie? Waar in het ziekenhuis? Nee, aan huis. Je bedoelt seks met gehandicapten? Nou, geestelijk gehandicapten. Hoe ging dat dan? Gewoon. Op afspraak. Wanneer wordt hij gehaald? Over een half uur. Je mag niet kijken. Van vanmiddag dat hij even wegraakte, dat kan weer gebeuren. Er is eigenlijk niks aan te doen.
Het is zelfs mogelijk dat het op een gegeven moment helemaal ophoudt. Wat ophoudt? Nou, alles. Je ziet het misschien uiterlijk niet, maar allerlei functies nemen af. Zijn weerstand, alles. En dan hapert het soms. Dat vind je niet erg? Het wil natuurlijk niet zeggen dat zijn leven minder waard is en dat wij niet alles moeten doen. Maar het is anders. Het wordt nooit meer wat het was. Laat maar. Vond ik echt in een tweedehands winkel. Weet je nog, hebben ze samen opgedanst. Wanneer was dit? De zomer dat ik 12 werd. Hey, is alles goed gegaan? En jouw middag? Ik heb Wouter gezien. Ik heb hem van zijn werk gehaald. Kan ik vannacht nog hier blijven slapen? Ik ga morgen weer naar huis. We gaan het weer proberen. Jij doet dingen waar niemand iets van weet. Do you know that Ludo and Olga have a child? Bart. Wat voor mannen waren het? Ochtend een kind, een jongetje. Yo, ik ben op Schiphol. De muziek van Zwarte Sneeuw staat op een cd die u bij de NCV kunt bestellen. Maak 2990 over op giro nummer 850000 van de NCV in Hilversum. Onder vermelding van cd Zwarte Sneeuw. U ontvangt uw bestelling na ongeveer 3 weken. Na de reclame bij Violet. Iedere week ontvang ik in dit programma 2 gasten. En ik praat met hen over de fascinatie in hun leven. Ik probeer erachter te komen waar die fascinatie vandaan komt en waarom ze daar dan hun hele leven al mee bezig zijn. Oh, ik ben zo slecht met eieren. Het gaat altijd mis. Dames en heren, dan mag u best een applausje. Het is...